Dat was Fan Array op Sleutelstad van Mark Ronson en Amy Winehouse. De zender voor de Leidse regio via sleutelstad.nl. Ik ben tot 5 uur bij je. Mijn naam is Rick Visser. Ja, Rick Visser, je bent vrijwilliger bij Omroep Sleutelstad. En volgens mij al ruim een jaar. Wat doe je hier eigenlijk allemaal? Eigenlijk doe ik hier de meest uiteenlopende activiteiten. Van het maken van radio tot het regisseren van tv-uitzending. In de technische zin, maar ook qua de tijd in de gaten houden en dat soort dingen. Ja, ik leer mezelf graag nieuwe dingen en ik kreeg interesse voor radio. En toen ben ik maar eens rond gaan kijken en ben ik bij een andere lokale omroep terechtgekomen. En ik dacht, ik wil meer. Ik wil meer leren hierover. En ik dacht, nou, misschien is Sleutelstad wel de juiste omroep. Ik ben toen bij Chris de Waard terechtgekomen van Sleutelstad. Heel leuk gesprek. En toen mocht ik al heel snel heel veel. Je bent hier DJ in de avond en in de middag. Dan zit je hier echt achter de knoppen te schuiven. Maar je maakt ook videoreportages voor Sleutelstad. Ja. Wat vind je eigenlijk het leukste? Dat is moeilijk te zeggen, omdat het allemaal zo erg leuk is. Ja, het is eigenlijk een onbeschrijfelijk iets. Je staat meteen gewoon op zender en dat is gewoon ongelooflijk leuk. Ik weet niet hoe ik het anders zou kunnen beschrijven. Meestal zit ik echt in de techniekruimte waar alles gebeurt qua technische zaken. Alle kabeltjes bij elkaar komen. Waar we de schakelingen maken. Zou je zelf eigenlijk ook een programma willen presenteren? Want dat doe je op de radio ook. Voor tv zou ik er niet aan moeten denken, eerlijk gezegd. TV moet je iets helemaal aan elkaar praten. En radio kan je gewoon, oh, ik heb niks meer. Ik ga gewoon een muzieknummer in starten. Zometeen Nieuws 071 op Sleutelstad 996. Het laatste nieuws uit de Leidse regio.